club heeft al heel sterke play-offs gespeeld. Ook een goed seizoen. En op heel veel plaatsen goed gevoetbald en met hun vaste formatie en hun goede looplijnen. En tegenstanders op die manier achteruit drukken. Dus hebben we voor de optie gekozen om van de eerste seconde er bovenop te zitten en niemand ruimte te geven om te voetballen of om er tijd te krijgen. En ze hebben zoveel kwaliteit lopen, zoveel jongens die een beslissende pas kunnen geven of een beslissende actie kunnen maken. En ja, speelders hebben dat fantastisch gedaan. Het was niet de gemakkelijkste week, met dat we toch moesten rekening houden, Malinovski wel of niet. Dus je moet op training veel wisselen. Maar iedereen heeft het heel goed opgepikt en van de eerste tot de laatste seconde voluit gegaan. En daarbuiten ook onze momenten gepakt om te voetballen ook. En daardoor ook de meeste kansen gecreëerd vandaag en daarom ook een dik verdiende overwinning. Wat vond je van de supporters? Het was gewoon fantastisch, hè. Dus ze hebben vandaag, hadden ze mij gezegd, die beelden laten zien van 21 jaar geleden. Die overwinning tegen Club Brugge. Waar dat Domenico nog over begon, van, weet je nog, we kwamen anderhalf uur voor de wedstrijd aan en heel dat, die staantribune stond in de gietende regen al te zingen en te dansen. En die sfeer is helemaal terug. Van de eerste seconde en eigenlijk in de opwarming al voel je het broeien. Voel je dat het stadion in brand staat en als de spelers dan op die manier een wedstrijd starten en het publiek dan ook nog eens extra meetrekken, dan krijg je een fantastische avond terug.